KBO Brabant heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. Op hen wordt een toenemend beroep gedaan. Hoe gaan we dat vormgeven? En wat is de verhouding ten opzichte van de beroepskrachten? Dit alles zal vanmiddag besproken worden vanuit gemeenschapshuis De Enk in Oorschot. Meneer Bisschops, wat zijn uw verwachtingen van deze middag? Ik hoop dat we vanmiddag met elkaar de situatie in Brabant op het terrein van zorg, dat we die in kaart brengen. Die situatie is nu knellend, maar in de toekomst is die echt zorgelijk als we er niks aan doen. Wij willen er met andere partijen, met de Rijksoverheid, met de provincie en met wat wij noemen het hele maatschappelijke middenveld, alle organisaties zoals de KBO, maar ook mantelzorgorganisaties, de Alzheimercafés, dat hele maatschappelijke krachtenveld in Brabant willen wij de handschoen oppakken en ik hoop dat we later kunnen zeggen, dit was het begin van een heel belangrijk proces. Hiervoor is minister Hugo de Jonge uitgenodigd. Minister de Jonge, welkom. Fijn dat u Oorschot hebt gevonden. We zijn hier, volgens mij in het kader van de week, tegen de eenzaamheid. Dat was ook de achtergrond, dacht ik, van de timing van deze bijeenkomst van KBO Brabant. Want het is de week tegen de eenzaamheid. Eigenlijk zou die dinsdag van start gaan. Maar toen stonden er nogal wat trekkers op de stoep in de Haag. We hadden een hele grote bijeenkomst gepland in de Ridderzaal. Waar eenzaamheid is niet zomaar vanuit Den Haag op te lossen. Maar wat je wel kunt doen is een beweging organiseren. Dat kan zowel lokaal als landelijk. Een beweging organiseren van allemaal initiatieven die in de optelsom wel degelijk het verschil maken voor mensen. En we hebben nu 125 lokale coalities tegen eenzaamheid. Er zijn gewoon wethouders mee begonnen, vaak met een aantal maatschappelijke organisaties. Niet zelden overigens ook een van de oudere bonden. En in Brabant is dat dan natuurlijk de KBO. Lokale coalities tegen eenzaamheid die bijvoorbeeld alle 75-plussers bezoeken. Er is een aantal gemeenten die dat doet, hartstikke goed, met vrijwilligers natuurlijk. De komende 20 jaar gaat het aantal 75-plussers verdubbelen. De zorg moet hierop aangepast worden. Lukt het ons hier om die zorg thuis goed te organiseren? En wat zijn daar een nieuwe samenwerkingen nodig om dat goed voor elkaar te krijgen, om te voorkomen dat de mensen tussen wal en schip gaan vallen? Het tweede is, lukt het ons om onze mantelzorgers voldoende te ondersteunen? En het derde, heel belangrijk, en misschien ook wel het moeilijkst, dat is dat we toegaan naar nieuwe vormen van wonen en zorg. Want je hebt het... De tweede gast is Marianne van der Sloot, gedeputeerde voor samenleving, cultuur en erfgoed. Wat ben ik ongelooflijk blij om hier te zijn. En wat goed ook als ik de zaal in kijk, dat ik zoveel bekende gezichten zie. Het thema van het congres is de veranderende rol van de vrijwilliger. En wat ik daarbij eigenlijk zie is een veranderende vrijwilliger komt eigenlijk ook een beetje omdat onze maatschappij verandert. En ik wil met u vandaag een beetje gaan kijken naar de veranderende maatschappij. Zeker als we kijken naar Brabant. Nou, Leo heeft al een aantal hele mooie cijfers. Verdrievoudiging van het aantal 80-plussers. Er werd uitgedaagd wat we dan als provincie willen doen. Hoe komt het nou eigenlijk dat Brabant zo verandert? Ik zie daar eigenlijk drie aanleidingen voor. De eerste, die heeft Leo al heel mooi te pakken met de natuurlijke ontwikkelingen, de cijfers. De cijfers waar de minister het ook al heeft over eenzaamheid. De cijfers van jonge mensen die wegtrekken. Maar ook dat het aantal mantelzorgers daalt. Marianne geeft als symbool het sluiten van kerken. Maar het kan ook zijn dat de laatste kroeg sluit of dat de school dichtgaat. Allemaal symbolen die veranderen in Brabant. Maar we hebben ook, en dat was denk ik ook de reden dat al die trekkers naar Den Haag zijn gekomen afgelopen dinsdag, hele grote landelijke ontwikkelingen, hè, dat hele stikstofverhaal, wat ook enorme gevolgen gaat hebben voor ons platteland en ook voor de leefbaarheid daarvan. Die minister zegt in zijn verhaal de hulp nodig te hebben van de samenleving. KBO-voorzitter Bisschops voelt de kracht van deze samenleving. En wat ik dan merk, dat is, potverdikke, wat zit daar een kracht en wat kan ik nou doen om die kracht hoger te brengen? Als we elkaar daar samen kunnen vinden, ja, dan wordt het echt prima. Maar dat is het uitgangspunt. Daar zit bij die 65-plussers onder andere een enorm potentieel aan vrijwilligers die ons kunnen helpen de grote uitdaging op het terrein van de zorg om die op te lossen. Kortom, we zijn geen vragers, we hebben veel te bieden. Gaan we dat doen? Absoluut. Absoluut. Mooi als moeder. Heel mooi.
En volgens mij gaan we dus ook naar hartelust op jullie leunen. Dus ik kom graag met jou dat gesprek voeren. Ik vind eigenlijk dat Marjan erbij moet zijn. Want ik heb gezien daar waar lokale gemeenschappen en de provincie met elkaar de schouders eronder zetten, kun je nog veel meer bereiken. Zeker ook omdat de provincie een aantal taken heeft die je gewoon nodig hebt. Met name bijvoorbeeld op ruimtelijke ordening. Dus je kunt als provincie een geweldig stimulerende rol spelen. Dus laten we het gesprek met z'n drieën doen. Deal. Goed. Ja, doen we. Mooi. Dank u wel. Drie teams van vrijwilligers en beroepskrachten brachten de projecten van hun dorp onder de aandacht. KBO Hilvarenbeek organiseert vitaliteitsdagen voor hun leden in samenwerking met KBO Diessen en de Sportraad voor Ouderen. Seniorenvereniging Rijen zet een dagactiviteit op voor hun leden in samenwerking met het verzorgingstehuis. Ze halen mensen op en brengen ze weer thuis. Met hun project Brandveilig Wonen geven oud-brandweerlieden bij ouderen thuis adviezen om te komen tot minder slachtoffers bij woningbranden. Aan het eind van deze middag vraag ik u, zijn die verwachtingen uitgekomen? Ja, ik ben echt tevreden. Ik denk dat wij vanmiddag met elkaar hebben laten zien wat de opgave in Brabant is. Dat wij dat hebben laten zien aan de minister en aan de gedeputeerden en ook aan elkaar. Zowel ook in praktisch opzicht met het panel daarna. En ik ben echt heel gelukkig met de kwaliteit die wij hier met elkaar hebben laten zien. Met welk doel ben jij vanmiddag naar dit congres gekomen? Ik ben hier gekomen om meer te weten te komen eigenlijk over het KBO. Ik ben zelf geen lid van de KBO, maar op uitnodiging mocht ik hier zijn. En vooral het enorme het belang van de vrijwilligers, de inzet van al die mensen om ervoor te zorgen dat al onze senioren ook in de toekomst hier in Brabant kunnen wonen. En ja, dat vind ik toch wel een heel belangrijke opgave. En ik ben ontzettend blij om vooral die laatste projecten te hebben gezien. Of ja, eigenlijk vooral over het te hebben gehoord. En dan zie ik wat het belang is om ook als gemeente daar ruimte voor te geven. Ik ben zelf raadslid en ik denk dat dit echt een hele goede les is om mee te nemen naar onze gemeente. Dank u wel.